Universiteit van Nederland. Legt uit. Hoe ontstaat kramp? Kramp. Het kan er ineens inschieten. Als je aan het wandelen bent of als je aan het sporten bent. Of gewoon als je op de bank ligt. Jaarlijks hebben hier zo'n 6,5 miljoen mensen last van. En hoe dat dan zit, dat ga ik je uitleggen. Om te laten zien wat er gebeurt als je kramp krijgt, heb ik hier een simpel model. We hebben hier een spier. We hebben hier een zenuw. Gewoonlijk als je je spier wil aanspannen, dan sturen je hersenen een signaaltje door de zenuw naar de spier en dan zal de spier zich aanspannen. Op het moment dat je hersenen stoppen met die signalen sturen, dan zal de spier weer ontspannen. En dat is hoe het normaal gaat, maar bij kramp gaat er iets mis. Dan blijven er continu stroompjes vanuit je hersenen langs die zenuw naar de spier gaan en daardoor spant de spier zodanig aan dat hij ook niet meer ontspant. En dat is kramp. En waarom krijgen die spieren dan te veel stroompjes? Op het moment zijn er twee theorieën. Voor theorie 1 moeten we kijken naar de spieren. In en rond je spieren zitten sensoren die meten hoeveel kracht je spieren leveren. Je hebt niet altijd je volledige spierkracht nodig, want als je iets oppakt, bijvoorbeeld een pak melk, en je gebruikt volledige spierkracht, dan zal je hem altijd kapot knijpen. Die sensoren die meten hoeveel kracht je levert. En op het moment dat de kracht te groot is, dan zal die een rem op de zenuw zetten, waardoor de zenuw minder signaaltjes of geen signaaltjes meer doorstuurt en dan zal de spier zich weer ontspannen. Maar als je je spier heel veel gebruikt, dus door hard trainen, kan het zijn dat de sensor of de rem moe wordt, waardoor de rem er niet goed opgezet wordt. En dan blijven er aanspansignaaltjes komen, dus verkrampt de spier. De tweede theorie heeft te maken met de zogenaamde elektrolyten. Misschien ken je ze wel van sportdrankjes. Elektrolyten zorgen ervoor dat je zenuwen goed werken en dat de signaaltjes goed doorgegeven worden naar je spieren. Want zenuwen die geven signaaltjes door in de vorm van stroompjes. En die stroompjes zijn letterlijk stromen van positief geladen deeltjes. En die positief geladen deeltjes die zitten in elektrolytendrankjes. Je zenuw ligt in een badje met positief geladen deeltjes. En die positief geladen deeltjes die stromen je zenuw in. En zo wordt het elektrische signaal doorgegeven. Maar tijdens het sporten dan kun je ontzettend veel gaan zweten. Wel een halve liter tot 2 liter per uur kunnen de elektrolyten uit balans raken. En op het moment dat je zoveel vocht verliest, ziet het badje er anders uit. Omdat er dan veel water verloren is gegaan, wordt het badje een stuk geconcentreerder en zitten er meer elektrolyten op een kleinere oppervlak. Maar er kan ook een tekort ontstaan tijdens het sporten, omdat je met zweten ook veel elektrolyten verliest. Door die andere samenstelling van dat badje kunnen er opeens random stroompjes ontstaan. En hoe dat dan precies zit, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Behalve dat als die stroompjes ontstaan, dat dat altijd doorgegeven wordt naar je spier en dat je spier samentrekt en verkrampt. En daarom kunnen elektrolytdrankjes belangrijk zijn tijdens het sporten. Op het moment dat het warm is, dat je hard gaat sporten, dat je veel zweet, kan dit de disbalans oplossen. En zijn er dan ook andere manieren om kramp te voorkomen? Eigenlijk is dat best wel lastig om kramp te voorkomen. Maar wat je merkt is als je voldoende drinkt en voldoende elektrolyten binnenkrijgt als je zware inspanning gaat leveren, dat is heel handig. Maar als je vaak last hebt van kramp tijdens of na het sporten, dan kun je ook wat rustiger aandoen, want vermoeide spieren verkrampen sneller. En als de kramp dan al in je been schiet? Ja, dan is er eigenlijk maar één oplossing en dat is rustig de spier oprekken totdat de kramp verdwijnt. Door te rekken verbeter je de remfunctie vanuit de sensoren, waardoor de rem er weer opgezet kan worden, waardoor de aanspansignaaltjes stoppen en waardoor je weer kan ontspannen. Is bevallen net zo zwaar als het rennen van een marathon? Misschien wel. Je kan ze in elk geval op een soortgelijke manier benaderen. Ik ben Carla, sportpsycholoog en hoe je dat kan doen, vertel ik je volgende week.